veranderd voordat je weer seks had na onze relatie? 2 jaar, denk ik. Met een rebound kom je snel over iemand heen. Nee, niet meer eens. Nee. 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 Nee, true. Nee, ben ik het echt niet mee eens. Nee, ik ook niet. Oh, dat werkt bij mij echt averechts. Ja. Want dan helemaal als seks dan kut is, dan denk ik alleen maar meer nog aan die persoon ervoor. Ja, voor even. Dan is het klaar en dan denk je, oh, wat heb ik nou weer gedaan? Sneller. Wel. Nee, ik denk het niet eigenlijk. Ja, ik heb het wel gehad. Ja, kijk, ik ben meteen, heb ik eigenlijk een nieuwe relatie gekregen. Dus die relatie nu is een rebound? Nee, dat was in het begin meer. Toen inderdaad zag ik daar zo om daar overheen te komen. En daarna kreeg ik gevoelens voor haar. Daar ben ik het niet mee eens. Oeh. Ik niet tenminste. Misschien jij wel, dat weet ik niet. Nee, ik ben het niet mee eens. Nee, ik ben het niet mee eens. Ja, I guess. Ja? Ja. Ken ik jouw rebound? Ja, jij kent mijn rebound wel. Dat was die keer dat ik in de stad liep. En jij zag mij. En ik zei niks, want volgens mij zag ik je wel, maar ik zei niks. En ik liep gewoon door met die persoon naast mij. Ik denk dat jij wel weet wie. Ja. Nou, dat was mijn rebound. En nog volhouden dat je hebt gezegd, nee, we doen niet met elkaar. Wauw. Soort van. Je hebt er gezien. Ja. Ja, dat was wel lief. Nou, ik vond het niet zo lief, maar... Toen wel. Ja, toen wel. Zo ik had schat ook nooit seks mee gehad. Oh, dat is gewoon een vriend van me. Nee, ik zit te denken met wie ik seks heb gehad. Nou, jij was eerst, maar there were a few, I guess. Hoe lang duurde het voordat je weer seks had na onze relatie? 2 dagen, denk ik. Waarom? Ja, sorry. Nee. Ja, sorry. 1,5 week. Oh, dat is best snel. Mijn god. 2. Nee, 1,5, 2. Ja, jij had flink honger. Ja, ik dus best wel snel. Ja. Ik denk echt een week. Ja, ik denk ook wel vrij snel. Ja, ja. Soms, ik ben jong, je wilt wat. Ja. Nee, niet zozeer. Ik denk dat ik echt wel nog twee maanden nog wel heb gewacht. Dat was echt veel. Ja, maar ik weet niet, ik dacht er ook niet echt zozeer aan op dat moment. Ja, ik wel. Ik heb nog geen seks gehad. Na onze relatie. Ik ook niet. Ja, ook niet? Oh, nee. Ik was van jou misschien... Nee, dat is niet damn. Waar. Damn! Week, I don't know. Wauw! dat duurde een maand of twee, denk ik. Ik had in een maand of twee echt super echt huilen de hele tijd, breakdowns. En toen was er ineens één guy op Tinder en die zei, ik kom langs om 3 uur 's nachts. En toen zei ik, oké, is goed. En toen hadden we seks. Met hoeveel mensen heb je het bed gedeeld na mij? Oh, dat is gelukkig in totaal. 30? Nee. Denk het? Misschien, 20 of zo. 20, 30. Ik misschien ook. Ik ga gemiddeld 10 per jaar, denk ik. Tussen de 13 en 20 of zo, denk ik. Ik denk, als ik even goed moet denken uit mijn hoofd, zeg 10. Ik denk dat ik daar ongeveer ook wel iets onder zit, denk ik. Maar... Wil je dat ik tel? Of wil je dat ik een estimate maak? Ik denk 5. 2 mensen echt gedaan daarna. Waarvan ik met 1 uiteindelijk een relatie heb gehad. 3. Nee, ik denk meer, jij. Huh? Ja. Daar gaan we het echt niet over hebben. Oh, jawel. Come on. Een ballpark, een average, gemiddeld. Ja, meer dan 20? Denk ik. Oh, meer dan 30? Nee. Ja, ik zal 20 zeggen. Ja. Heb je genoeg handen? Martijn, Conrad, Matteo. Ja, ik heb het ook echt netjes gehouden. Ik heb ook niet heel veel. 7 of 8. Ik denk ook rond 3, 4. Van sluddy naar heel netjes. Wie had dat ooit verwacht? Ik denk dat er 15 zijn. Dus had je niet genoeg handen dus? Nee, niet genoeg handen. Oké. Okay. Nee. Is jouw seksleven veranderd na onze break-up? Ja, different peen. Ja, right? Natuurlijk. Ja, dat doe ik. Ja, zeker. Tot nu toe nog niet. Ik zit te wachten op wat te komen staat. Oh, mijn is wel veranderd, want eerst had ik seks. Iets kinkier. Gewoon wat ruiger seks. Nee, dat is en dat is bij mij ook wel echt heel erg veranderd. Sowieso met heel veel mensen seks hebben, laat je heel snel weten wat je wel en niet chill vindt in bed. Omdat mensen ineens allemaal dingen gaan doen en dan denk je, nee, ho, stop, ik wist niet dat mensen dit deden. Dit is niet wat ik wil. Mijn seksleven verandert echt om het jaar of zo, om de zoveel maanden. Ja, gewoon in welke zin? Ja. Gewoon op een andere manier te staan. Omdat seks hebben als een koppel en seks hebben als somebody who's single, that's a different thing. Dat is logisch, toch? Ja, maar het is toch sowieso anders met iemand anders dan? Ja, tuurlijk. Ja, bij mij sowieso is nu een ander geslachtsdeel. Ja. En dat is wel echt een wereld van verschil. Wat vind je chiller dan? Momenteel? Ja. Ik ben een beetje beu, ik wil wel gewoon een relatie. Like, ik
elke dag, allee, elke dag met iemand anders, dat is ook niet waar, hè, maar elke keer met iemand anders, pint saai te worden. Heb je nu seks met mannen? Met één man. Dat is best wel een verandering. Dat is best wel een verandering. Maar daarvoor was je ook met... voor... Daarvoor had ik ook al wel iets mee, jongen, geëxperimenteerd, maar dat was iets minder seks of zo. Dat was meer zo wat foefelen en ik was toen... Oeh! Beetje foefelen, voelen, een beetje trekken en zo. Nee. Ik weet wel echt door jou dat ik gewoon seks met een jongen gewoon niet meer wil. Gewoon seks met een vrouw, veel fijner. Ben je na onze relatie wel alweer verliefd geweest? The only right answer is no. No. Oh, oké. Okay. Ja, ik wel. Ik heb nu een relatie. Al 2 jaar, denk ik. Nee, ik ook niet. Ja. Ja. Oké. Okay. Duurde niet lang, maar ja. Maar er is wel wat uitgekomen. Sort of. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, ik ben wel soort van verliefd geweest, maar het was het uiteindelijk ook niet echt. Ja, met de vriendin die ik nu ook heb. Ja, ik niet. Maar ook omdat ik er niet echt naar op zoek was. Ik had even gewoon tijd nodig voor mezelf. Ja, ik vind dat altijd moeilijk. Maar ik durf dat zo niet uit te spreken, omdat ik niet goed weet wat dat voor jou allemaal inhoudt. Ja, ik kan dat echt niet zeggen. Ik vind dat echt iets heel moeilijk. Dat is toch prima? Ja, het is prima toch? Ja. Ja, ik ben wel verliefd geweest. Ik heb daar nooit, ik wil niet zeggen, werk van gemaakt. Want ik heb het wel geprobeerd, maar mensen zijn niet verliefd op mij geworden. Oh. jij wel. Ja. Ja. Oh, dat is goed. Daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Mm-hmm. Ja. Ja. Wie was jouw vriendje naar mij eigenlijk? Ik ben hem vergeten. Nee, volgens mij die Spaanse guy. Oh, ja, die Spaanse. Ja, maar daar was ik niet echt verliefd op, denk ik. Nee, ik klaagde ook steeds over hem tegen mij via WhatsApp. Ja. Zeg maar, onze verliefdheid was zo intens dat ik eigenlijk de hele tijd een beetje zo zit van, wanneer komt dat weer? Ja, wie ben jij verliefd geweest? Ja. Best veel mensen. Je bent echt heel vaak verliefd. Dat is echt heel lief. Dan kon je het altijd aan mij vertellen. En dan ben je altijd aan het stressen van, oh nee, ik weet niet wat ik moet met mijn gevoelens en zo. Okay. Oh, I love that shit. Ik ben echt verliefd geweest, zeker weten. Ja, ik ook 1 keer nog. Recent. Ja, fijn dat je dat nog even moet vermelden. Lul. Jullie krijgen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk plekken om te noemen waar jullie seks hebben gehad. In 3, 2, 1. Oh. Auto, bed. Kut. Bank. Andere bank. Dat telt dan niet. Fuck, ik ben echt fucking slecht. Gewoon stand. Ding is bathroom. Wat? WC. Of ja, niet in letterlijk WC, maar hoe noem je heel die kamer? In douche. Ja, ik ga sowieso subscriben naar deze kanaal. Like alle video's van deze seizoen. Ja, man. Beste seizoen die eruit is gekomen.